Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlogs geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Vandaag heb ik echt een super gaaf filmpje voor jullie. Ik ga namelijk vertellen wat eigenlijk mijn verhaal is van de paardensport. Dus hoe ik van superklein meisje van 6 op ben gegroeid tot waar we nu zijn. Ik heb allerlei foto's verzameld en daar wil ik graag met jullie doorheen gaan. En ik zal bij alle foto's een stukje uitleggen en iets bijschrijven, zodat het helemaal duidelijk is wat er op dat moment in mijn leven gebeurde op paardengebied. Ik doe dat ook aan de hand van dit boek. Dit is een cadeautje van mijn vriendin Sharon. Heb ik voor mijn verjaardag gehad, geloof ik. En dat is echt heel cool. Daar staat echt, zeg maar, gewoon Macho en mij ons hele verhaal in van hoe we bij elkaar kwamen en tot, zeg maar, waar we nu zijn. Dus dit is heel cool. En ik heb nog zo'n boekje. Want Sharon is heel creatief, die doet het vaker. En dat is deze. Dat is van mijn pony, Armani. Die kennen jullie niet meer. Die is verkocht naar Australië. En daar heeft Sharon ook zo'n boekje van gemaakt als aandenken. En dat is echt heel gaaf. En daar wil ik jullie ook een kijkje in geven. Dus dat wil ik eigenlijk laten zien. En daarnaast hangt dit verhaal eigenlijk ook samen met de visie van mijn YouTube-kanaal. Ik ben dit kanaal ongeveer 4 maanden geleden begonnen. En ik ben het eigenlijk niet zomaar begonnen. Er zit wel echt een idee achter. Heeft ook te maken met het verhaal wat ik jullie nu ga vertellen. Mijn idee achter mijn YouTube kanaal is eigenlijk om de wereld van de topsport wat open te maken. Het is nu heel gesloten. Het zijn een paar mensen die heel hoog rijden. En je kan er eigenlijk niet bij in de buurt komen. Of in ieder geval, dat gevoel hebben veel mensen. En dat gevoel had ik vroeger ook. Ik wil daarom het eigenlijk een soort van een beetje openmaken voor jullie. Zodat jullie ook een kijkje kunnen nemen in het leven van de topsport. En daar wellicht inspiratie en kennis uit de filmpjes kunnen halen. Waar jullie wellicht misschien een stapje de goede richting in geduwd kunnen worden. Ook naar het niveau waar ik ben gekomen. Het is echt een kwestie van hard werken en doorzetten. En dan kan je er echt zeker komen. Ik geloof wel in if you can dream it, you can do it. En daar hebben Macho en ik wel een beetje laten zien ook. Blijf gauw kijken en ik hoop dat je iets aan mijn verhaal hebt en er inspiratie uit kan halen. Het is trouwens echt een paardending. Hebben jullie dit ook? Ik heb mouwen. En een handschoen. Alleen dit stuk is bruin. Equestrian 10. Het is wel een beetje gênant eigenlijk dit. Oké. Okay. Toen ik 6 jaar was, begon ik met paardrijden op de manege. Ik reed dus op manege Aslonga in Haarsteeg. En daar was ik echt altijd te vinden. Als ik maar tijd had, dan ging ik altijd naar de manege. Met mijn poetskoffertje en mijn zweepje. Dit was een foto. Dit is een foto van mijn eerste wedstrijd op de manege met Ebony. Dat was mijn pony waar ik toen de wedstrijd mee reed. Ik heb nog opgerolde mouwen van mijn wedstrijdjasje. Die pas ik nu nog steeds. Mijn moeder kocht alles graag op de groei. Toen ik een tijdje op de manege had gereden en goed had geoefend, toen heeft mijn vader in een hele gekke bui deze pony gekocht. Dit was Ronald. Dat was een E-pony van 1,56 meter. En dat is dus heel groot. Dit was mijn eerste pony. En ik vond hem echt super lief. Dit is dus een foto van de avond dat ik hem kreeg. En hij had toen nog net een wedstrijd gelopen. En hij was 21 jaar. Dus echt al best oud. Maar dat was echt een hele goede leerpony voor mij. Want hij was natuurlijk super braaf. Al moest ik wel vragen of dat iemand het zadel erop wilde leggen. Want dat kon ik dus niet zelf, want ik was echt heel klein nog en hij was heel groot. Ronald was dus heel betrouwbaar.
We zijn niet zo ver gekomen. Ik weet eigenlijk niet eens welk niveau. Volgens mij L1 of zo. Maar hij was al heel snel te oud. Dus is hij naar een paardenrusthuis gegaan. Ergens in het noorden van het land. En daar is hij ook dood gegaan. Dus hij heeft nog een mooie oude dag bij ons gehad. Zodat ik heel veel van hem kon leren. En daarna is hij naar het rusthuis gegaan. Toen ik goed geoefend had met Ronald en hij al steeds een beetje ouder begon te worden, kocht mijn moeder deze pony voor mij. Ze was toen 2,5 jaar. Dit is Soleil. Dat betekent zon in het Frans. Dit is een Mary. En dit was dus mijn tweede pony. En totaal anders dan Ronald. Soleil die was namelijk heel gevoelig. En ze wilde altijd heel hard. Zoals je op de foto kan zien, was ik nog echt heel klein. En moesten we echt heel hard oefenen. Want ik had echt totaal niks te zeggen over deze pony in het begin. Na een tijdje oefenen gingen we wel echt op wedstrijd. Dit was een van de eerste wedstrijden met Soleil. Zoals je ziet zien we er allebei nog heel puppyachtig uit. We zijn echt nog baby's. Ik weet niet precies hoe oud Soleil was, maar ik was rond de 7. Ik was 7 jaar ongeveer. De eerste keer dat we op wedstrijd gingen, werden we altijd gedisqualificeerd. Want Soleil die deed altijd heel erg haar hoofd omhoog. En dan rende ze door alle ringen heen. Dus ze peerde er altijd vol tussenuit. En als je 3 keer de baan uit vliegt, dan word je gedisqualificeerd. Dus dat deed ze dan 3 keer en dan konden we weer terug naar huis. En dat vond ik niet zo leuk. Toch was Soleil echt mijn prinsessenpony. Omdat ze er zo mooi uitzag. En bakte ik altijd een taart. Een echte paardentaart. Als ze jarig was. En vond ze heel lekker. En hier op de foto heb ik dus ook een taart voor haar gebakken. Door telkens vol te houden en op wedstrijd te gaan en te oefenen, zijn Soleil en ik in het Z2 dressuur uitgekomen. Dat is de hoogste ponyklasse. Ik was toen 12 jaar. En op deze foto mochten we naar de Rabo Talentendag in Ermelo. En dat was echt een super gave ervaring voor mij en voor Soleil. Zoals ik eerder al zei, was Soleil heel gevoelig. En daardoor kon ze niet goed vervoerd worden in de trailer. Daardoor heb ik ook moeten stoppen met wedstrijden. Soleil vond het zo erg om op de trailer te staan en vervoerd te worden dat ze zichzelf heel erg pijn deed. En toen hebben we eigenlijk besloten om met haar te stoppen, omdat het voor allebei niet meer heel leuk was. En toen hebben we haar gedekt. En dit is haar veulentje. En dat is Ebel. En die vader van Ebel is de Palomino hengst Le Macho. Ebel hebben we gehouden tot ze 4 jaar was. En toen hebben we haar verkocht omdat ik niet meer bij de ponies kon rijden. Dus is ze naar een nieuw baasje gegaan. Omdat Soleil niet meer vervoerd kon worden en ik daar heel verdrietig van was, kreeg ik een pony erbij. Eigenlijk was hij oorspronkelijk voor de handel. Dus dat ik hem zadelmak zou maken. En dat hij daarna verkocht zou worden. Maar hij is toch heel lang gebleven. En het gaat om deze pony. Dat is namelijk Yvens Armani. En dit is de pony waar ik eigenlijk mijn ponytijd de meeste successen mee heb beleefd. Ik heb hem dus gekocht als 2,5-jarige hengst. Toen kwam hij net van de hengstenkeuring. En ik heb hem zelf zadelmak gemaakt. En dit boekje, wat ik dus net al vertelde, wat ik gekregen heb van Sharon aan het einde van toen die verkocht was, heeft alle hoogtepunten op een rijtje. En daar wil ik graag even doorheen gaan. Ik ben dus in de DB begonnen met Armani. En zoals je ziet is het hier nog echt een puppetje. In de DB werd ik kringkampioen. En werd ik Brabants kampioen. Nou, toen was ik echt super blij. Want dat had ik nog nooit meegemaakt met Soleil. En Armani die maakte echt mijn dromen waar.
door dit soort dingen te winnen. Want hij was echt een super gave pony en heel goed in de ring. Later was hij weer wat ouder. Toen was hij 4. En toen werden we kringkampioen in de L1. Je ziet dat hij hier al een beetje volwassener is. En toen werden we 5e op de Brabantse kampioenschappen. Toen was ik wel heel teleurgesteld. Want toen stond ik op de eerste plaats bij 1 jury. En volgens mij ergens op de laatste plaats bij de andere jury. Dus daar waren ze het totaal niet over eens. En toen was ik uiteindelijk 5e geworden. En deze foto stond in de krant. Daarna gingen we over naar de L2. Toen was Armani nog steeds 4. En dit is op het NK gemaakt, deze foto. Toen werd ik dus weer kringkampioen in de L2. Dit is op de Brabantse kampioenschap en dit is de Sharon die dit boekje heeft gemaakt. Toen werd ik dus weer Brabantse kampioen en was ik echt super blij. Want dat was dus in de L1 niet gelukt en het lukte in de L2 wel weer. En hier zie je mijn moeder. Het is eigenlijk niks veranderd. En Armani had altijd zo'n lief spekje op zijn neus. Ik noemde hem altijd spekkie. Een wiebertje. Daarna mochten we ook nog naar het NK, want het was vanaf de L2. En hier zie je zijn dikke speknek. En toen werden we reserve Nederlands kampioen in de L2. En hier zie je daar nog wat foto's van. Met mijn ouders. De bloemen, die zijn later nog opgegeten door de pony. En heel veel mensen waren daarbij. Het was altijd heel gezellig met de ponies. En toen ging ik naar de M1. Het was Armani 5. En toen reed ik Brabants kampioenschappen. Toen werd ik weer Brabants kampioen. En dit is trouwens wel grappig, want dit is de cap van Sharon. Die had ik toen geleend. Want de mama had mijn cap in de droger gedaan. Op centrifugeren. Geen aanrader. Toen reden we ook nog bestgaande rijpony. Die wonnen we ook. Daarom heb ik ook geen dekje onder het zadel. Dat hoort zo bij de Welsh. Want Armani was een Welsh pony. Daar mag je geen dekje onder. Dan kijken ze helemaal naar wat voor pony het is. En of dat hij goed kan bewegen. En je mag ook geen sporen aan. Dus het gaat helemaal om de pony. Toen hadden we een fotoshoot. Het is echt zo'n mooie pony. Het is echt mijn droompony. En hij kon ook kusjes geven. Op commando. Dit zijn nog foto's van de fotoshoot. Hier werd ik Nederlands kampioen in de M1. En toen moest mijn moeder huilen. Ik ook. Want toen was het eindelijk gelukt. Hier zie je op de foto, dat ben ik met Armani. En dit is Mandy Olieslagers met Brommershoef Pulsar. En dit is Febe van Zwambacht met Prins. En we waren toen alle 3 Nederlands kampioen. En dit is in de ereronde. Toen was ik echt kei blij. Zien jullie trouwens deze springschoenen? Die heeft Harry's Horse van mij nagemaakt. Toen ging ik M2 rijden en werd ik weer Brabants kampioen. En toen moesten we ook weer huilen. Dit keer met Merlon, mijn andere vriendinnetje. En werd ik ook weer Nederlands kampioen in de M2. Dit was in Wanrooi. Toen werd ik weer kringkampioen in het Z1. Toen was Armani echt al een flinke spierbundel. En werd ik ook Brabants kampioen in de Z1. Ten slotte is dit een foto van het NK. Dit is ons laatste NK samen. Met Sharon weer. Sharon en Milon deden altijd afwisselen in de prijsuitreiking. En hier werd ik Nederlands kampioen voor de laatste keer. Met Armani. Ik ben ook nog kringkampioen in de Z2 geweest. Hier was Armani pas 6. Dus ik kon niet internationaal met hem starten. Want hij was pas 6 toen hij Z1 liep. En toen was ik al 16. Dus helaas heb ik daardoor mijn internationale ponytijd gemist. Maar ik heb hem nog bij de paarden gestart. Met een hoedje. En daar liep hij ook echt super goed mee. Want Armani kon ook vliegende wissels en series. En daardoor is hij ook verkocht naar Australië. En dit zijn onze afscheidsfoto's. Dit is in de herfst.
En in Australië staat hij nu. En daar loopt hij lichte tour. Dat is één niveau onder een Grand Prix. Bij de paarden. Daar maakt het niet uit of je nou een pony bent of een paard. Dus hij springt daar ook series en pirouettes. En dat vind ik toch wel heel stoer. En daarmee is dit boekje ook uit. En was Armani zijn hoofdstuk afgesloten. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.